Yo mensen, Jiraski hier met weer een nieuw game van mijn Black Ops 2 Road to Commander. We spelen in een volle party deze keer met Friedmaus, Meafote, Patrick Huiskens met veel meer anderen. Echt gewoon een volle party, dus we gaan nu gewoon voor de winst spelen. We zullen waarschijnlijk daarom ook gaan winnen. Ik heb even een andere class gemaakt, een nieuw wapen aangezet. Dus die gaan we even uittesten, kijken of dit een beetje een chill wapen is. En als ik nou zeg, het is een poepwapen, dan pakken we gewoon weer even die type 25 en dan gaan we daar weer mee spelen. Maar nu moeten we gewoon het game gaan winnen. Ik heb ook even een andere killstreak aangezet. Want die vorige killstreak die ik aan had in het vorige game was toch iets te hoog begrepen. Ik moest iets van... Het zal het zijn 32 kills ervoor maken of zo. Deze is ietsje lager. Ik moet alsnog veel kills ervoor maken. Maar ik denk dat ik deze wel kan halen. Oh, het is een 3 burst wapen wat ik heb aanstaan. Oh, dat had ik niet door. Dan moeten we even gaan opletten hoe ik die ga schieten. Komt er een in mijn zij. Oh, oké. Okay, 3 burst. Dan moeten we even anders gaan spelen. Had ik niet door dat het 3 burst was. Dus dan moeten we even wat tactisch gaan spelen. Even gaan opletten waar ik heen loop. Niet de close quarters op gaan zoeken, maar de long distances. En dan zal het wel goed komen. We moeten eventjes de B-vlag pakken, jongens. Kom op. We gaan nu alweer achter staan. Daar heb ik geen zin in. Dus met de meteen even op de B-vlag af. Even kijken hoor. Hoe kom ik daar? Via hier ergens, hè. Hier zo. Ik kan die B-vlag niet pakken, want ik heb dat 3 burst wapen. En als ik er nu op af ga met dit wapen, dan ga ik sowieso dood. Dus we gaan even kijken of we de lange... afstanden kunnen opzoeken, maar toch bij de B-vlag kunnen zitten, dat mijn team hem kan overpakken. En dat gaat zo te zien wel goed. Als nu mijn team hem even overpakt, dan komt het wel goed. Maar dan moeten ze natuurlijk wel gewoon op die vlag afgaan. Het game lekt ook wel lekker. Het enemy team lekt. Wij lekken ook een beetje, maar daar kunnen wij natuurlijk niks aan doen. Even kijken, zit er één achter dat gun? Die killen we. Kijk uit jongen, want er staat er één naast je. Kunnen we die killen die naast je staat? Het game lekt een beetje, maar ja, daar kunnen we niet heel veel aan doen. Daar moeten we even mee leren leven. Ik moet elk game opnemen, dus lag games zitten er ook tussen. We kunnen wel gewoon een goede score halen, denk ik. Want de enemy team is niet echt super goed. Dus goede score zal er wel komen. Met dit wapen moet je wat tactischer spelen. Daarvoor speel ik ook wat rustiger dan andere keren. Mijn neus die zit weer helemaal verstopt, zo te horen. Oké, die killen we ook. Even kijken hoor, of we nog een kunnen killen. We blijven hier heel veel staan. Het is wel een lekker plekje om even op te killen dat mijn team B kan pakken. Dat hebben ze al gedaan. We blijven er toch nog heel veel op staan. We krijgen lekker veel UAV-assist. Kijk uit alleen dat er geen sniper komt. Want als er een sniper komt, dan word ik gewoon afgesnijpt. Oké, ik heb een killstreak. Even meteen die killstreak inroepen. 1, 2, 3. Kijken of we een triple mee kunnen krijgen. Kom op, triple jongens. Triple. 1 kill, 2 kill, 3 kills. Nee, oké, geen 3 kills. Nou, 2 kills ook goed genoeg. Even kijken of ze hieronder weer komen. Kijk uit, er komt er weer een. Kom eens terug jij, dankjewel. Dan killen we die ook. Dan hebben we alweer een nieuw attachment op dit wapen. Een locked host shit, dan word ik gesnijpt. Nu word ik gesnijpt, dat vind ik niet leuk. Oké, die killen we die. Die gaat achter het gun zitten, denk ik, die andere. Die denkt ook, ik ga het gun uittesten. Dat deed jij het vorige game ook, Jiraski. Nu wil ik het uittesten ook. We hebben nog 3 bursts. Hoppatee, dan killen we hem nog mee ook. Dan pakken we dit wapen op die onder me ligt. En dan gaan we daarmee doorkillen. Want ja, als ik out of ammo ben, dan moet ik een ander wapen hebben. Dan gaan we even terug waar we net stonden. Oh shit, die vent naast me is dood gegaan. Dan gaan we heel veel hier wachten. Kijk maar, daar komt hij aan. Komt er nog één aan? Ik denk het namelijk wel. Als die dood gaat, ja hoor, er komen er nog een paar aan. Even kijken, oh shit, grenade, weg hier, doorrennen, nog een granaat. Blijf doorrennen, nee shit, er komt er een aan. Niet reloaden, Jan. Oh, wat doe je nou, Jan? Ik kon mijn reload niet meer cancelen. Eigenlijk moet ik gewoon... Ja, dan moet je gewoon heel snel driehoekje indrukken, want dat werkt weer, die reload cancel van driehoekje. Dan moet ik even aan wennen. Meestal doe ik het anders reload cancel, alleen dat werkt niet meer op dit spel. Dus we moeten even wennen aan driehoekje als je wil stoppen met reloaden. Dat gaat wel lukken, denk ik. Dan moeten we gewoon even aan wennen. Als we er eenmaal aan zijn gewend, dan gaat het heel makkelijk. Dolphin dive. Oh, dat deed het niet. Even die B-vlag pakken, niemand anders doet het zo te zien. Dan gaan wij er heel zachtjes op af. Oh shit, nee, er staat iemand opgeaimd. Oh, irritant. We zitten in een full party, jongens. Je kunt toch even de B-vlag pakken met z'n allen. Als we dan gewoon met z'n allen opduiken. Het is jammer dat ze mij niet kunnen horen. Want als ze mij nou gewoon kunnen horen, dan weten ze precies wat ze moeten doen. En dan kunnen ze dus ook tactisch op die B-vlag springen. Maar ja, zolang ze me niet kunnen horen, dan gaat het een beetje moeilijk om met ze te communiceren. Dit wapen is best wel lekker. Hij schiet wel lekker, alleen een beetje scheid crosshair. Er zit een soort van stipje of zo, een soort van bultje. Ik weet niet precies hoe je het wil noemen. Een beetje een jammere crosshair van dit wapen, maar hij speelt wel lekker. Dus ik ga er nog eventjes mee blijven spelen ook. Hier loopt er eentje. Beter kill jij me niet. Oké, hij killt me wel. Ander wapen, het is tijd voor een ander wapen. Toch maar even de type weer. Als dat ene wapen niet lukt, dan pakken we de type. Ze pakken, ja, nu zijn we dominated. Dit kan niet, jongens. We zitten in een full party. Dit kan niet. Ze kunnen niet 3 vlaggen hebben als je in een full party zit. Dat is onmogelijk. Dat is... De wet van Call of Duty zegt dat dat niet kan. 9 man spelen tegen allemaal solo mensen en toch zijn we dominated. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Nu ga ik geconcentreerd spelen hoor. Even opletten nu. Ja, ik ben dood door een nade. Hoe wist hij nou dat ik daar zat joh? Kom op jongens, kom op. Pak die B-vlag. Dat is de enige vlag die we nodig hebben om te winnen. Maar niemand pakt hem. Ja, deze ronde hebben we al verloren. Ik hoor de tijd alweer aftellen. Deze ronde hebben we verloren, kunnen we niks meer aan doen.
Volgende game moeten we eventjes veel vlaggen capturen, want anders verliezen we. En daar kan ik niet tegen. Ik kan er niet tegen als we verliezen. Oh, mijn jongen is uit, zag ik op de radar. Komt die andere er nou ook aan? Oké, okay, die krijgt een airstrike op mijn harsjes. Ja, die vlag pakken, dat werkt toch niet meer, want het game zit er al op. Dus vlag pakken heeft geen zin meer, dan gaan we het niet doen ook. Want het is gewoon een dikke waste of een leven dat je nog hebt. Oké, okay, die killen we, we hebben sleight of hand aanstaan. Oké, okay, nou ja, eerste ronde hebben we verloren. We staan niet super veel punten achter, we kunnen het denk ik nog even ophalen. Ik sta 21-7, ook niet echt de beste score, maar... We moeten eventjes dit winnen, jongens. Kom op. Hoppatee, recht is een pik. Lekker Hellboy, hij schoot recht je piemel eraf. Dat vind je wel lekker, hè, viezerik. Nee, grapje, jongens. Oké, okay, even doorpushen nu. Nu moeten we erop af gaan pushen. Oké, okay, kom op. Aanvlag pakken, dan heb ik mijn UAV volgens mij, want ik zie het bij die puntjes staan. Ik weet niet precies hoeveel puntjes ik nog nodig heb. Oké, okay, hup, UAV meteen inroepen, meteen doorrennen, jongens. Allemaal op de B-vlag af, kom op. Oké, okay, iedereen loopt mee. Lekker dan, jongens. Kom op, kom op, kom op. Kom op, daar komen ze aan, hè. Daar komen ze aan. Oké, okay, daar komen ze, jongens. Oké, okay, lekker dan, UAV assist. Hoppatee, pak die B-vlag, ik help jullie mee. Ik help jullie mee, hoppatee, we hebben hem. Top, jongens. Nu die vlag houden. Nu gewoon de hele tijd gaan defenden die vlag en houden. Houden, dat is het enige wat we nodig hebben. Houden. Oké, okay, krijg ik een mooie double kill. Even kijken of er nog een in mijn saai komt. Nee, oké, okay, dan gaan we weer een neetje daarheen. Dan gaan we hier even kijken of we hier nog iemand kunnen killen. Die bijvoorbeeld daar loopt. Of die bijvoorbeeld daar loopt. Of die bijvoorbeeld daar staat. Oké, okay, die killen we allemaal op. Dan hebben we weer een nieuwe killstreak. Even kijken, want er komt er hier waarschijnlijk eentje omhoog. Kom jongens, doorpushen, 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 doorpushen. Oh, hij heeft me nog gekillt ook. Hij had dat wapen met 50 kogels volgens mij. Dus hij killde me heel makkelijk. Even kijken, dan roepen we dit ding hierop. Nee, die aanvlag is van mij. Ik sta er gewoon naast. En nog, oh shit, dan ga ik mezelf killen. Ah, oh, weg hier. Oké, okay, ik kill mezelf gelukkig niet, want dat was echt gewoon een dikke faal geweest als ik dat deed. Jeffers ligt hier in zijn killstreak, terwijl er enemies naast hem staan. Dus gaan we even helpen. Oké, okay, hij killt zo goed zo, jongen. We hebben de B-vlag alweer verloren. Wat is dit nou, jongens? Dat kan toch niet? Kom op. I've got you. Nee, you got me not. You got me not. Dat klonk heel raar, maar dat maakt niet uit. Oké. Okay. Kom op jongens, B-vlag, kom op, met z'n allen, we zitten in een party, let's go. Ik pak hem wel weer in mijn eentje, huppatee. Ik pak hem lekker in mijn eentje. Kijken of het me lukt, het zal me waarschijnlijk niet lukken, want het is fucking moeilijk. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ik heb hem, lekker dan, ik heb hem. Shit, hoe kom ik hier weg? Ik heb hem, in mijn eentje, want niemand deed het. Dan fix ik het wel weer hoor, als niemand anders het doet, dan pak ik die vlag wel. Ja, ik heb hem gepakt, vriend. Niet jij, ik hem. Oh, ze komen met z'n allen op B. Let's go, jongens. Erop af. Niemand gaat er ook op af, hè. Met z'n allen nou erop. Je ziet, hoort losing B. Ja, niemand ging erop af, hè. Kijk, dat vind ik dus hatelijk, hè. Als je in een party zit, dan moet je even tactisch gaan spelen ook. Je moet niet de hele tijd spelen voor de kills, maar je moet ook gewoon spelen voor de vlaggen. En mensen die dat niet doen, zijn echt gewoon irritant. Kijk, die mensen spelen niet voor de win. Dat snap ik ook wel. Maar het is toch leuk om te winnen. Dan krijg je meer XP, krijg je meer matchbonus als je wint. Dus je levelt er sneller door. En het is nog leuker ook. Dan zie je een winst in je beeld staan en niet last. Want een last, dat klinkt zo slap. Ook al sta je 60-0, last, dat is gewoon niet cool. Een last is noob. En nu zijn ze alweer de B-vlog aan het terugpakken. Ik killde hem jammer genoeg niet. Ik had hem wel gewoon moeten hebben, maar ja, ik was weer even scheef. Omdat ik weer een verhaaltje zat te vertellen aan jullie. En dan word ik altijd scheef als ik dat doe. En ik lul ook gewoon in elk commentary volgens mij. Alle Road to Commanders aflevering lul ik gewoon in één stuk door, joh. Dit is best wel geniaal dat ik gewoon in één stuk door kan blijven lullen. Soms zit mijn neus alleen even dicht. Dat hebben jullie waarschijnlijk wel al gemerkt. Bij een paar filmpjes. Ik neem het natuurlijk allemaal op één dag af. Ik ga proberen in één dag meteen die prestige te halen. Dat ik alles in één dag op kan nemen. Alles kan renderen. 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 Goed zo, Jan. En dan heb ik dus alweer al mijn filmpjes. Dan ben ik ook meteen de eerste prestige. Ik was op MW3 was ik allereerste. 10e prestige van al mijn vrienden. En kijken of dat op dit spel ook weer gaat lukken. Vind ik altijd cool als ik het haal. Het is best wel levenloos als je het haalt. Maar het is wel cool als je het haalt. We hebben zo te zien het game ook alweer verloren. We verliezen wel echt alles, jongen. Dit is best wel slecht. Maar ja, Road to Commander. Ik kan ook niet alleen games uploaden die ik win. Want ja, Road to Commander. Je moet alles uploaden dat je speelt. Slechte games, goede games. Ik heb het volgens mij een paar keer gezegd in al mijn filmpjes. Het is wel zo heel irritant. Kijk, Lost B alweer. Niemand gaat er achteraan. Ik was er zelf nu ook niet achteraan gegaan. Dus het is ook een beetje nu mijn schuld. Maar ja, ik heb die vlag nu al zo vaak gecaptured. Dat ik er eigenlijk ook geen zin meer in heb. Om hem te capturen. Omdat ik het al zo vaak heb gedaan. Die vent die stond te campen volgens mij. Maar ja, hoe wat ze scoren? 32-13. Kom op, we gaan even KD3 halen. Dat kan makkelijk. Ik ga voor de KD3 in dit spel. Net zoals op Modern Warfare 3. Modern Warfare 3 was 3.90. Kijken of we dat gewoon weer kunnen halen. Het maakt me niet heel veel uit wat mijn KD is hoor. Ik speel gewoon lekker. Ik kijk bijna niet naar mijn KD. Ik heb net even gekeken wat die was. Hij was volgens mij 3.30 of zo. Nou, dat vind ik wel goed, weet je. Het maakt me niet heel veel uit wat mijn KD is. Als het maar een beetje
positief is en als het maar niet al te slecht is. Want als ik echt gewoon op 0 punt nog wat zit, dan vind ik het natuurlijk niet goed van mezelf. Hier zie ik wel dat er hier iemand staat te campen. Kom jij naar binnen? Nee, dat kom je niet. Dan gaan we even hierop staan. Dan killen we jouw vriend. Dan gaan we reloaden. Dan gaan we even hierop blijven staan. Kijk, dan zie ik daar eentje lopen. Die killen we ook. Dan gaan we reloaden. Dan hebben we een UAV. Reload. Defense doodgaan van mijn team. Dan gaan we even kijken of ik hier iemand kan killen. Ja. Nee, die killen we niet. Oh, dat was slecht van me. Ik zoomde in en hij noscoopte gewoon. En als je noscoopt van zo dichtbij, dan ben je gewoon in het voordeel. En dan verlies jij de gunfight. En dan heeft hij gewoon gekild. En dan moet ik dus weer opnieuw beginnen. Maar dat is logisch. Want als je doodgaat, moet je altijd opnieuw beginnen. Er zitten zoveel mensen op B, jongen. En ze hebben de vlag ook nog, hè. Het is echt slecht dat we nou alweer hebben verloren. En ik kan er ook niet tegen als we verliezen. Het heeft geen zin meer om die vlag terug te pakken. Dus dat ga ik niet proberen ook. De game is namelijk toch al afgelopen. Dus dat ga ik niet proberen ook. Oh, ik krijg nog een nade op mijn hoofd ook. Nee, bedankt. De game is afgelopen. 37-14. Kijk, dat bedoel ik dus. Ik sta boven Frightmouse met minder kills. Dus dat betekent dus dat ik veel meer vlag heb gepakt dan hem. En eigenlijk moet gewoon iedereen een beetje dezelfde score hebben. Iedereen moet evenveel vlaggen pakken dat je gewoon elk game wint. Maar ja, ik zelf kan er niet heel veel aan doen dat we elk game verliezen. Ik vind het irritant. Jongens, vergeet de video alsjeblieft geen duimpje omhoog te geven. Help me enorm. Bedankt voor het kijken. En ik ga jullie weer zien bij het volgende game, jongens. Bye bye.